Mag ik even doorgaan over die verlossing? Er zit in mij wel een soort raar veraf iets, die snap ik nooit eens, die wel klaar en dom wil zijn en dat soort dingen allemaal. Die dat wil? Ja. Nou, ja, dat lukt goed, toch? Dat lukt goed, toch? Nee, er zit een frustratie ook in. Je kunt dat toch niet bewerkstelligen? Om klein en dom te zijn? Maar klaar en dom, zoals je dat eens bij herkennen, of zo van, dan ga ik maar achterover zitten, ga ik boeken schrijven, ga ik luisteren wat ze allemaal te vertellen hebben. Maar daar zit wel in me. Ja, maar dat is ook heel veel vertaald. Dus dat is niet zo gek. En dat er inderdaad verlossingskantjes aan zitten en spirituele haai en springt. Dat wordt heel veel verteld en dat sluit aardig aan bij wat wij fijn zouden vinden. De gevoeligheid voor sprookjes zit er diep in. Het zijn van die toverstaf ideetjes, weet je wel, van ping. Ja. En dan liefst ook nog zonder inspanning. Gewoon dat er iemand zo die toing op je hoofd en dan is voor altijd alles goed. Ja, inderdaad. Het hand op je hoofd leggen door de meester en dan klaar. Ja. Ja, dat zouden we wel leuk vinden. Zo willen we ook allemaal eigenlijk het liefst miljonair zijn zonder ook maar een stap te zetten. Daarom kopen mensen krasloodjes. Ja, werken is toch vervuilend. En ik bedoel, I get that. Ik hou er ook niet van. Ik denk dat er gewoon nog kinderbewustzijn residuutjes zijn. Toen we heel klein waren, op magische wijze. Er was dorst of honger en zomaar, je hoeft maar en hoppakee. En dat duurt een tijdje en dan op een gegeven moment gebeurt dat niet meer. En dan voelen we ons uit het paradijs gestoten, zoals ik dat dan maar noem. Weet je wel, want niet alles op stel en sprong wordt meer aangedragen. En godverdorie, ik moet zelf initiatief tonen en ergens achteraan en leren manipuleren zodat ik krijg wat ik wil enzovoort. Ja, dat is vervuilend. Dus we willen terug naar die babyfase van één kick en boing, ja. Ik krijg wat ik hebben wil. Dat kan de bocht staan. Ja. Maar ik zou graag een vorm van magisch denken noemen, maar er zit veel onbewust, volgens mij. Ja, maar goed, het hoeft dus niet onbewust te blijven. Het is gewoon goed om dat soort dingen aan te kijken en te beseffen dat het zo niet werkt. Wat wel kan, is dat je je ergens toe zet, op welk terrein dan ook, en dat het op een gegeven moment begint te rollen. Nou, dan heb je het gevoel van, je hebt de wind mee, zou ik maar zeggen. Dat kan. Het is gewoon rollen. Ja, natuurlijk. En er kan ook weer een hobbel komen. En er kan ook iets zijn op een gegeven moment. En dan komen we weer terug bij weerstand. Waarbij je het idee hebt dat je ergens gewoon tegenaan aan het hekken bent. Ja, dan moet dan een tijdje langer opgekoud worden. Of ik moet een andere invalshoek zien te vinden. Want dat heb ik ook vaker gezegd. Als je 10 keer hetzelfde ding ziet. Nou, dan heb je het waarschijnlijk 10 keer op dezelfde manier aangevlogen. Nou, verander je positie eens, kijk eens anders. Er is dus vooruitgang mogelijk, alleen geen einde aan. Nee, dat hoeft ook helemaal niet. Ik schrijf pas nog op van, daar is net zoiets als doen, alsof de muziek ooit klaar is. Zo van, dan ga ik muziek maken, zodat ik ooit, dan heb ik het gemaakt, een of ander ding, en dan is muziek daarna niet meer nodig, of zo. Daar zit geen eind aan. En dat is not a problem. En dat heeft dus weer te maken met dat we allemaal beginnen vanuit de ik-positie, die meestal een problematiseerde situatie is, anders ga je niet eens op zoek naar wat dan ook. Weet je wel, dat we denken van er moet een eind komen. En daar hebben we het al eerder eens over gehad, van dat is dus eigenlijk een soort streven naar de dood. Dat is het punt dat het klaar is. Bij mij voelt het meer als een examen halen, zoiets. En dan klaar zijn en het diploma. Ja, maar dat is ook zo gek. Want daar zit dan heel veel druk op. En dan denken we, daar hangt alles van af. En dan daarna is toch gewoon een open landschap vol mogelijkheden. Het is toch geen stop. Een boom zegt toch ook niet op een gegeven moment van, ik heb nou 10 jaar blaadjes geproduceerd, zo is het wel goed.
Maar oké, bijvoorbeeld christendom wordt er inderdaad, wordt je met verlossing om de oren geslagen. En ga je de andere keer naar India, wordt je met verlichting om de oren geslagen. Ja, tuurlijk. En ergens mengen die dingen zich. Net zoals verlichting of ontwaken met heiligheid gemengd wordt. Maar het heeft er niks mee te maken. Het bestaat helemaal niet. Er kan toch wel verlangen zijn? Verlangen. Ja, maar daar hadden we het niet over. Dat is een ander onderwerp. Er kan verlangen naar van alles en nog wat zijn, maar het lijkt mij dat het handiger is om te verlangen naar iets wat reëel is. En niet naar een sprookje. Verlangen naar innerlijke vrede? Ja, bijvoorbeeld. Dat is een sprookje. Want? Dat veronderstelt weer dat er een permanent gevoel is van innerlijke vrede. It's impossible. Werkelijke innerlijke vrede verlangt niet naar innerlijke vrede. Maar voelt gewoon wat er te voelen is. Innerlijke vrede, daar is flatline. Dan voelt het altijd hetzelfde. Dat is innerlijke vrede. Klinkt niet als nastrevenswaardig en het is zeer onmuzikaal. Maar oké, er zitten dus allerlei vooroordelen of oordelen of sprookjes of... Yes. Vechten zitten gewoon in die beeldbaan. In die draait gebakken waar ik maar in die bezig ben. En in het begin is dat niet erg, hè? Want in het begin moet je van je plek komen. Dus ook al heb je een hele valse notie overdag eens, whatever that may be, je gaat in ieder geval op weg. Gaandeweg, als je vordert en wijzer wordt, let's say, als dat werkt, dan ga je doorkrijgen wat de illusies zijn en wat de reële opties zijn. Dus idealiter ontstaat er gaandeweg een schifting, dit eraf, dit eraf, dit eraf. Want een kind kun je misschien lokken met een suikerspin, maar een volwassene niet, hoop ik. Dank u. Ja, jou ook. En nog even, het woordje wakker is interessant. Dat betekent dus dat je niet aan het dromen bent. Zou die alternatieve plek van waaruit je kunt kijken zoals je net beschrijft, de plek van verlangeloosheid kunnen noemen? Nou, dat wat ziet is verlangeloos, maar een organisme is altijd vol verlangen. Ja, maar je zou je kunnen afvragen van hoe moet ik hier naar kijken? Dat ik verlangeloosheid benader of dat ik vanaf een verlangeloze plek kijk. Ja, maar daar zit toch het verlangen al onder om het goed te gaan zien. Dus ja, je komt om leven en verlangen is gewoon een en hetzelfde. Of je zou kunnen zeggen leven en willen. Het is gewoon the same. Alleen dat wat zit is zonder, die heeft geen belangen in het spel. Dus het organisme kan doorkrijgen op een gegeven moment dat dat een goed punt is om in ieder geval regelmatig naar terug te keren om vanuit daar te kijken naar hoe ik dat dan noem van hoe de kaarten liggen. Niet alleen maar hoe ik het hebben wil, maar hoe ze feitelijk liggen. En dan kan ik kijken wat passend bij mijn karakter enzovoort de leukste route is om te varen. Ja, en de hele context misschien. Sorry? En de hele context. Ja, sure. Maar die neem je dan in ogenschouw voor zover dat gaat. En dan kijk je gewoon wat het handigste is of het leukste. Want misschien zit het in het persoonlijke aspect dan dat, in dat verlangen. Wat je parten speelt dan. Nee, je doet weer net alsof verlangen niet goed zou zijn. Verlangen is gewoon er zijn. Er zijn is altijd verlangen. Probeer maar 5 minuten niks te verlangen. Je kunt niet eens 5 minuten stilzitten, want dan ga je dit doen omdat je net anders wil zitten. Dus om de wil, zal ik maar zeggen, die term heb ik eigenlijk liever, kom je niet heen. Alleen, er zijn intelligentere strategieën en minder intelligente. Ja. Nou, hoe wakkerder wij zijn, hoe helderder blik we hebben op de dingen, hoe meer we erbij zijn, weet je wel, en dus ook vrij snel kunnen zien van het is helemaal niet handig om nu mijn zin door te duwen. En zeker als er wat ervaring ontstaat, dan kun je weten van usually, dus ja, er zijn geen absolute zekerheden, maar wel waarschijnlijkheden, van als ik nu hier ga duwen, dan gaat er dadelijk dit en dat gebeuren en daar heb ik eigenlijk geen zin in. Dus
dan weet je 2-3 stappen van tevoren al zo'n beetje, oké, dan gaat het resultaat worden. Wil ik dat? No. Let it go. Dus als het over verlangen gaat, of over wil, er zijn gewoon slimmere dingen om te willen of te verlangen en minder slimme. Maar het hangt ervan af natuurlijk wat iemand wil met zijn leven. Dus de context is steeds hier, volwassenheid ontwaken, let's say. Dan gelden er andere regels dan voor mensen die daar geen interesse in hebben. Die hebben andere belangen of wensen of verlangens. Er zijn mensen die willen gewoon altijd gelijk hebben. Nou, dan moeten ze zich niet met ontwaken bezighouden, want dan gaan ze erachter komen dat ze heel vaak geen gelijk hebben. That they could be wrong, dat ze dommer zijn dan ze denken. En dat zijn geen leuke dingen voor de gelijkhebber. En heeft aanvaarden dan iets te maken met ontwaken? Nee, hoewel je wel zou kunnen zeggen dat er een zien hoe het is ontstaat. Maar aanvaarding is een trucje. Het is net zoiets als tolerantie. Zo van, ik tolereer dat ik kiespijn heb. Ik aanvaard dat het zus is, maar ik hou het liever anders. Ja, of ik laat het zijn voor wat het is. Ja, dat doe ik altijd. En dan geef ik dit voorbeeld. Zie je dit glas? Ja. Moet je aanvaarden dat het er is? Dat bedoel ik, je ziet het toch gewoon. Dus ik zie gewoon liever de dingen zoals ze zijn, dan hoef ik ze niet te accepteren of aanvaarden of weet ik veel, al die trucjes. Je ziet hoe het is of je ziet het niet. Maar ik zie iets wat er is en dat levert mij pijn op. Ja, exact, dat bedoel ik. En dan pas je een trucje toe van aanvaarding. In plaats van de pijn te doorvoelen. Of je af te vragen van welke ideetjes heb ik allemaal nodig om hier pijn aan te hebben. Dat is een stuk interessanter. Want anders laat je alle aanvaarding, laat alle dingen gewoon liggen. Nou aanvaard ik aanvaard dat ik dom ben en ik aanvaard dat mensen onaardig zijn en ik aanvaard dat ik dit niet kan. En dan zit ik alles te aanvaarden. Aanpakken. Als ik zou aanvaarden dat maar die hond, Kasia die wilde op een gegeven moment weer een hond en dat was echt verschrikkelijk monster. Als ik aanvaard had dat hij nu eenmaal zo is, dan was hij nu nog een monster. En hij is not. Hij luistert goed, hij is braaf, hij is lief, hij is op zijn gemak. Hij heeft vol vertrouwen naar ons. Komt hij gewoon zo lekker bij liggen, de hele handel. Daarvoor, als ik dat aanvaard had, dan had hij nu nog steeds... en alles kapot maken. En dat had aanvaarding opgeleverd. Sommige dingen laten zich niet sturen. Dat zeg ik niet. Maar aanvaarding is slap. Dus wederom, onderscheidingsvermogen. Wat heb ik gewoon te nemen omdat het nu helemaal zo is en wat niet? Maar wat is dan het verschil tussen nemen om... Zien. Als ik zie dat ik iets niet kan veranderen, zal ik het niet proberen. Maar ik aanvaard het niet. Ik zie dat ik het niet kan. Ik kan geen gitaar meer spelen. Die hand doet het niet. Hoef ik niet te aanvaarden. Dat is gewoon een feit. Ja, dus aanvaarding is een trucje als ik daar moeite mee heb. Nou, als ik daar moeite mee heb, dan doorvoel ik de moeite ermee. En dan lost die op. En dan hoef ik niks meer te aanvaarden. De hand doet het niet. Dus, gitaar spelen wordt hem niet. Klaar. Dan speel ik geen gitaar. En... Is het dan niet een gemis? No. Maar dat zou kunnen komen als ik ineens ernstig zin krijg om gitaar te spelen. Dan gaat het niet. Nee. Maar er zijn andere dingen die ik niet kan. Ik kan ook niet schilderen en ik mis het niet, want ik heb geen zin om te schilderen. Dus... Nee, die is makkelijker, ja. Ja. Het is eigenlijk, je hebt eerder gezegd dat mensen zeggen, ik wil vertrouwen. Ik ben in vertrouwen, maar het feit dat je het noemt, zegt eigenlijk er is wantrouwen. Uiteraard, exact. Met aanvaarden zeg je eigenlijk... Er is weerstand, ja. Het is spirit. En focus je dan liever op dat wat er is, weerstand, dan op iets wat je moet willen
hoopt dat er... Ja. Dit noemen ze, en er is nog een boekje over verschijnen, ik hoop dat het in het Nederlands komt, dit noemen ze nabije vijanden van de waarheid. Dus het lijkt op iets wat waar is, but it's not. En het klinkt dus heel dichtbij van wat er bedoeld wordt, maar het is eigenlijk de perversie ervan. Dus het gevolg van helderheid is dat er geen weerstand is tegen dingen die nu eenmaal zo zijn. Degene die dat niet helemaal vat zegt, oh ja, maar hij aanvaardt dat gewoon. Ik aanvaard helemaal niks. Ik zie gewoon hoe het is. Ik vertrouw helemaal niks. Ik weet gewoon hoe iets is. En dan hoef ik het niet erop te gaan zitten vertrouwen. Het is eigenlijk een moot point, dat hele. Dat zit eigenlijk op een as die daar. Ja, het is vertrouwen, niet vertrouwen. Ja. En hier is helderheid. Ja. En dan vallen die dualiteiten gewoon weg. Dan zeggen ze van, ja, jij komt zo zelfverzekerd over. Ik ben helemaal niet zelfverzekerd. Ik kijk gewoon goed. Er is geen onzekerheid. Tenminste, niet in dit soort settings. Andere settings misschien wel. Weet je wel, maar... En als er onzekerheid is, dan wordt die gezien en gevoeld. En dan is er daarna geen onzekerheid. Maar geen trucje, geen acceptatie. Of, nou, dan vertrouw ik maar dat het goed komt. Dat betekent dat je bang bent. En schreef dat ook in valse noten op. Van, dan zegt iemand van, ja, ik vertrouw op God. No, you don't. Ja, waarom niet? Omdat je het zegt. Je twijfelt en je hoopt dat het goed komt. En dan roep je een of andere fantasyfiguur aan. You're scared shitless. Anders zeg je dat niet. En wat brengt die helderheid jou? De afwezigheid van onhelderheid. En wat brengt dat? Minder gedoe. Minder het klinkt op mij meer als toch meer innerlijke rust. Ik ben rustiger dan vroeger. Maar tegelijkertijd is dit een vrij onrustig type. Gewoon, dat is zijn karakter. Maar vroeger was het nog onrustiger, omdat er nog meer, laten we zeggen, vervormingen en chaos en waanideeën en onheilzame, onheldere overtuigingen zaten. Nou, het is heel prettig als dat aan de kant is en dat je gewoon los van je persoonlijke belangetjes kunt kijken naar dingen, hoe ze zijn, in plaats van wat mij goed uitkomt. Dat zijn twee verschillende categorieën. Dus het heeft te maken allemaal eerder met de afwezigheid van dingen. Je krijgt er geen dingen bij eigenlijk. Het is meer dat een heleboel verwarring weg is. Frictie over hoe je bent. Dat je denkt dat je bijna iedereen wil iemand anders zijn. I don't. Dus ook minder in het hoofd dan? Ja, nou, uiteraard. Je zit daar als je wil nadenken. En dat nadenken, zoals ik al zei, gebeurt dus zelden over mij. Maar gewoon over dingen die ik interessant vind. Of over iets wat ik lees, of als ik iets op wil schrijven. En ook de dingen die ik opschrijf gaan eigenlijk nooit over mij. Want die hele mij is niet zo interessant. Dus het is een uit de X-sfeer komen daarvan. Terwijl dat organisme gaat gewoon door met zijn voorkeuren en zijn plussen en minnen en zo, obviously. Maar vroeger, om het uit elkaar te trekken, was ik constant met mezelf bezig en nou eigenlijk niet. En dat is al een hele bevrijding. Even daarop reageren. Dus dat is dat ik die valt dan weg. Ik kan het zien, maar ik ben wel heel veel bezig met wat je eerder zei, al die kaarten. Om voor discernment, om wakker te zijn waarom ik bepaalde dingen doe en bepaalde dingen niet doe. Goed. Dus daar ben ik wel heel erg bezig de hele tijd met. Okay. Ja, en dat is nodig totdat het niet meer nodig is. Oké. Maar dan ben je eigenlijk, het kan zijn dat het de rest van het leven zo is. Want er zijn permanent dingen die op het pad komen en dan al die kaarten weer op tafel en heel stil zijn omdat het kan zien. Ja, maar op een gegeven moment, en inderdaad, dat kan zijn dat dat blijft, maar dan nog is dat beter dan om gewoon je maar mee te laten slepen op basis van grillen of weet ik veel wat, of rare ideeën. Dus garanties zijn er nooit. En toen ik begon met naar dingen te kijken en dingen te voelen en whatever, was er ook geen garantie. Maar ik had wel een omgekeerde garantie. Als ik al die dingen niet doe, dan blijf ik net zo dom als gisteren. En dat vond ik onverdraaglijk, dus dat was al drive genoeg.
Dus kon ik een hele tijd, vele jaren, niet stoppen met kijken, onderzoeken, nog een keer proberen, dingen leren, proberen te luisteren. Dat is ook handig als iemand iets tegen je zegt. Want soms hebben anderen een paar dingen over jou door die je zelf niet ziet. Maar zij zien dat al lang. Dus al die dingen, gewoon gebruik alles wat je maar kunt om gewoon helderder of vrijer of whatever hoe je dat noemen wilt te worden. En natuurlijk is daar geen garantie aan, maar wat er wel ontstond was een lol in het proces. Want het is ook leuk om dingen in te zien of dingen te laten varen of te merken dat je ergens niet meer bang van bent of whatever. Weet je wel, dat was leuker dan gewoon de hele tijd maar die oude gevoelens en opvattingen recyclen. Wat ik jaren deed en wat niks hielp. Dus het is altijd zo, maar dat geldt ook voor creatieve dingen. Van je kunt ergens aan beginnen. Er is geen garantie dat je een mooie song maakt of dat je een mooie schilderij maakt. Weet je wel, of dat het echt wow is. Maar je merkt wel dat je vordert en dat je dingen tegenkomt over jezelf. Dat je leert. Dat is al een beloning. Wat ik er zo leuk aan vind, is dat ik kom er niet meer onderuit. Good. Ik ben nou een jaartje of vijf of zo in die Advaita bezig. Op een gegeven moment dacht ik, nou begrijp ik het echt. Nu heb ik mijn Advaita diploma verdiend. Ja. Maar ik begreep het, maar ik voelde het nog niet helemaal. En nu sinds maar een half jaartje of zo, zijn al die vragen weg. En ik merk dat het... Laatst had ik nog zo'n moment, was ik best wel cynisch. Was ik op het werk in een vergadering, werd best wel cynisch om vanuit dat, ja, die ik bestaat niet en is allemaal onzin en zo, of met die Tom Poeze, weet je wel, wat een onzin. En toen dacht ik, hey, ja, maar ik mag niet cynisch zijn, want dan gebruik ik Advaita om cynisch. Hmm. En toen dacht ik, maar wie is dan die ik die vindt dat die niet cynisch mag zijn? Ja, precies. Er was een soort van, prik je hem zo door en dan is hij weer weg. Cool. En dat vond ik echt zo cool. Dus dat ik echt, dat ik kon weer even een paar dagen mee vooruit, zeg maar. Ja. Ja, dus, mensen kunnen me niet sarcastisch genoeg zijn. Ja, in die zin dan. Ja, maar dat merk je even zo heel kort dat je denkt dat niet mag. En dan prik je het weer. En ik kom er niet meer onderuit. In het begin had ik nog dat ik... kwam er dan nog vragen, maar iedere keer door het dan te zeggen... Ja, maar wie is dan die ik die dat... Nou ja, oké, prima. Mm-hmm. Ja, dus... Nou zie je weer zo'n stukje... van waar we dus ontwaken, mengen met goed zijn. Ja. Of in extensie met heiligheid. Het zit er heel diep in. Het heeft te maken met echt zijn, niet met goed zijn. Ja. Of aardig, of whatever. Ja. Het gaat over echtheid. Nou, soms is een cynische opmerking de beste die er is. Ja. Heel vaak eigenlijk. Ja. Dat kan ik heel leuk zijn. Maar. Dat maakt het ook meer een spel. Uiteraard. En dat spelletje, dat begin ik wel leuk te vinden of zo. Yes. En dat de vragen wegvallen. Ik reed hier naartoe, ik dacht, waarom ga ik hier eigenlijk heen? Dat was een vraag. En toen zat ik weer, wie is dan diegene die denkt dat die hier niet heen moet gaan of de vraag niet mag stellen? Of een reden zou moeten hebben. Ja. Oh. Maar bedankt, ik geniet er nog wel van. Ja. Welkom, cool, thanks. Maar die persoon moet je ook niet eigenlijk. Ja, dat hangt er vanaf wat je daarmee bedoelt. Ik denk dat het onzin is. Wat ik merk is van dat als iemand gewoon er is, dat juist die persoonlijkheid die nou helemaal bij dat organisme hoort, veel vrijer en makkelijker tot expressie komt. Zonder dat geprobeerd wordt. Dus, naar mijn idee, naarmate de helderheid toeneemt, komt het karakter of de persoon, of weet ik veel hoe je dat noemen wil, de inherente kwaliteiten, die komen gewoon veel makkelijker tevoorschijn. Alleen er wordt op de plek zelf weinig van gevonden. Aan een groot stuk van mijn persoon heb ik ook een hekel. Ja, nou, een van de dingen die... Dan valt die lekker weg. Nou, wat weg kan vallen is het hekel hebben aan bepaalde aspecten van hoe dat ding nou eenmaal is. Ik had niet de indruk dat Nisargadatta erg moeite zat te doen om aardiger te worden. En als hij dat al deed, was het niet gelukt.
Het was gewoon een onaardige man. Good for him. Ramana daarentegen was meestal een hele aardige man. Daar kon hij ook niks aan doen. Zo was dat vogeltje nou helemaal. In beide gevallen zullen ze er weinig van gevonden hebben, of waarschijnlijk niks. De persoon moet gebeuren, wegvallen of iets magisch-achtig iets. Maar waar het om gaat in eerste instantie is dat er een bevrijding plaatsvindt van het idee dat je alleen maar die persoon zou zijn. Je ontdekt dat je meer bent dan dat. Waardoor automatisch het hele belang van dat persoontje wordt gerelativeerd. Ja, maar er zit een soort magisch iets dat er bijvoorbeeld in klap of in één grote verschuiving. Ja, of course. Kleine stapjes. Ja, usually gaat dat met kleine bewegingen. En ja, er zullen over het algemeen, is dat logisch, een aantal vervormingen afvallen, omdat die niet meer nodig zijn. En dan hou je wat puurder het karakter over zoals dat beestje nou eenmaal is. Maar de persoon wegvallen, dat zou heel raar zijn, hè? Wat hou je dan over precies? Ja, ik probeer nog dit moment helder naar die dingen te kijken, maar die persoon die graven moet worden. Nee, het gaat meer om een doorzien. Kijk, ik heb wel eens gezegd als vergelijking, en dat is maar een metafoor, van je kunt een Fata Morgana aanzien voor iets wat er echt is, maar als je goed gaat kijken blijkt het een Fata Morgana. Right? Dus dan weet je dat het niet echt is. Tegelijkertijd, je blijft hem toch nog zien. Omdat die luchtspiegeling nou eenmaal zo werkt. Nou, eerst dacht je keihard, zo ben ik. En dan blijkt dat een soort Fata Morgana. Die is daarmee niet weg. Maar je weet nu dat het een Fata Morgana is. Dat is een aardige vergelijking. Maar het is niet weg. En je wordt niet ineens een ander. En dat is het rare idee wat er ergens heert en heerst. En dat er dan ook een of ander iets tevoorschijn zou komen wat bij allemaal hetzelfde zou zijn. Van nou, dan zijn ze allemaal aardig en ze zeggen overal ja en amen op en zo. Dan was het inderdaad zo dat het verschil tussen niet zo dat en normaal. Ja, daarom roep ik dat ook de hele tijd, want verschillende wordt het niet. Wie zit dan vriendelijk aan te lachen en tegen een wijze raad van? Op het niveau van waar iemand het wilde horen. Ja. En aangezien de meesten niet veel konden horen, praten die heel veel onzin. Het was zogenaamd zo stil, maar het boeken vol gelul. De helft is kletskoek. Niet dat dat aan hem lag. Je bent afhankelijk van je publiek. Hè. Je moet, zoals ik altijd zeg, roeien met de riemen die er niet zijn. Maar dan ben ik toch dat boek gaan kopen. Hij had wel iets. Ja, zeker, natuurlijk. En als je de kern eruit haalt, dan is het echt pure glasharde Advaita. Alleen de meesten die daar zaten, die wilden over het dienen van God praten of meditatieadviezen. Nou goed, dan gaf hij dat. Niskadat heb ik niet doen. Nee, die had ook veel minder de neiging om meegaan te zijn, let's say. Dus daar is gewoon personality trait. En die blijven dus. Ja, dat bedoel ik, weet je wel. Dus Nisargadatta, die was een unagreeable figuur. En Ramana, veel agreeable figuur. Meer agreeable figuur. Dat is nog helemaal zo. En daar kan door awakening of whatever een klein beetje verschuiving in zitten. Maar waar die grofweg staat, staat die. Het meteltje, zou ik maar zeggen. En dat is fijn, want het leuke is nou juist dat, wat ik al zei, als je ontdekt dat je niet beperkt bent tot dat ding en dat karakter, dan boeit het niet zoveel wat voor karakter erop zit. Dus hoef je daar ook niet meer mee te rommelen. En proberen goed te worden, whatever that may mean. Dat is de klassieke insteek van Ramana. Zijn vraag van, who am I or what am I, is van ga maar opzoeken dan. Kijk maar wat het is. Look at it. Want we gaan er maar vanuit dat er zoiets is, maar we onderzoeken het niet. Dus dat is fijn. Goed, pauze.